Frans Appels, welkom. Ja, dank je. Ja. Simon Vreeman, welkom. Hey. Zo'n stukje van de microfoon moet je ongeveer zitten. Zou niet zo gezet als je gaat staan. Ja, Frans, om jou te beginnen. Jullie zijn sponsor hier. Ja. Wat goed. Is dat de eerste keer dat jullie hier sponsoren? Of, nou, eigenlijk zijn we een van de initiatoren van het Digital Analytics Congres. Dus ja? Ik zelf zit ook in de profgroep van de MOA Digital Analytics. En, ja? We hebben ooit dit initiatief opgestart binnen de profgroep. En dit is denk ik nu het derde of vierde jaar. Ja. En sindsdien zijn we eigenlijk als sponsor. Ja, jullie behoren bij de inrichting. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Hebben jullie nog sessies vandaag? Ja, dus mijn collega Judith heeft net een verhaal gehouden over hoe analytics goed op te zetten. Ja. Ik was er zelf niet bij, dus echt inhoudelijk kan ik daar natuurlijk niks over zeggen. Nou ja, volgens mij weet je daar ook wel redelijk wat vanaf. Ja, absoluut. Ja, dus bij veel bedrijven nog een uitdaging. Hè? We hadden het er net met Matthew ook nog over. En Simon kan er ook wel een potje over meepraten, denk ik. Over het opzetten van analytics en wat er allemaal bij komt kijken. Ja, hoe komt dat nou toch dat het nog steeds zo'n heet hangijzer had? Dat was net ook met ProLed. Die zei ook van ja, we mogen het wel eens een keertje over die volgende stap gaan hebben. Van wat voor gave dingen we allemaal gaan doen. Maar we blijven allemaal... Zijn we nog steeds met die basics bezig? Nou, kijk, de essentie begint natuurlijk gewoon bij op een goede manier data te verzamelen. En dat blijft voor veel organisaties, zeker als ze groter zijn, heel moeilijk. Je hebt data die van een heleboel verschillende bronnen komt. We hoorden verhalen van zeker de grote organisaties als KPN daarnet. Die met 10 apps werken, verschillende sites werken, ja. Verschillende... onderdelen van KPN. Je hebt KPN Wholesale, je hebt B2B, je hebt consumentendeel, je hebt verschillende productgroepen met mobiel, met internet. Dus om al die verschillende groepen aligned te krijgen, dat is al heel lastig. En binnen een kleine organisatie is het eigenlijk niet zo heel moeilijk om op te zetten. Als je gewoon één duidelijk product hebt, één webshop. Maar je ziet voor de grote organisatie, die worstelen echt heel erg van... Ja. Hoe krijg ik het goed aligned en hoe krijg ik alle afdelingen en silo's op hetzelfde platform? Dus je zegt eigenlijk, het is deels een technisch probleem dat er zoveel verschillende eigenlijk kanalen zijn om contact te leggen met de consument. Ja. Maar ook deels dan een organisatorisch probleem. Ja. Omdat al die subafdelingen dat maar blijkbaar mogen doen zonder dat er... Ja goed, en in het verleden was natuurlijk werden afdelingen veel vrijheid gegeven. Dus die gaan allemaal hun eigen tools gebruiken. Dus dan zie je dat ene onderdeel Adobe Analytics, ander gebruikt Google Analytics. We gebruiken verschillende rapportagesystemen. De ene vindt de ene BI tool mooi. De ander wil weer met een data studio werken. Dus om dat allemaal eenduidig te krijgen, dat is heel lastig. Ja, en hoe gaan jullie daar bij NetProfiler mee om? Nou goed, wat je eigenlijk idealiter wil bij de grote organisatie is dat je zegt van we proberen het uniform te krijgen. Dus dat je, en dat begint al vaak met je tech management oplossing, dat je zorgt van joh, we hebben gewoon één manier waarop we data verzamelen via een tech management oplossing. We gaan over alle verschillende kanalen gaan we dezelfde definities gebruiken. Dus er zit heel veel alignment in tussen onderdelen van organisaties om dat goed te krijgen. En je hebt vooral ook support, niet alleen vanuit onder de organisatie die je mee moet krijgen, maar vooral ook van bovenuit de organisatie nodig om ervoor te zorgen van jongens, nu gaan we het zo doen. En dat daar wel een zekere directie in zit. Ja, maar beginnen jullie meestal dan onderaan de organisatie en dan gewoon doordrukken, zeg maar? Of zeg je van, dat heeft eigenlijk geen zin? Nee, maar idealiter komt het van boven. Dus heb je een champion boven in de organisatie die ervoor zorgt dat het op een eenduidige manier gaat gebeuren. En dan moet je, zeg maar, vanuit alle organisatieonderdelen mensen meekrijgen die voor hun team het, zeg maar, op de rit gaan zetten. Ja, Simon, je krijgt er veel vrijheid. Ja. Ja, ik denk dat Simon meteen mee stoppen. Simon bij Van Moven het relatief makkelijk heeft. Wat ik op zich wel interessant vind, en ik had het toevallig met Martijn van Vrede op bij een eerdere conferentie vorige week, was van, als we, dat was meer puur hypothese, maar als we een aanname zouden of een analyse zouden doen, eigenlijk bijvoorbeeld van alle cards die op het bord van een measure camp zijn geweest. En we zouden dat over de afgelopen 5 jaar, wanneer de measure camps zijn geweest, een analyse doen en kijken hoe dat veranderd is. En onze hypothese was wel van waar het
twee, drie, vijf jaar geleden echt nog puur over tracking ging. Wat we allemaal kunnen doen met bijvoorbeeld een tag manager. Dat je nu wel echt wel ziet als je nu naar het bord gaat kijken. Het gaat in één keer veel meer over data science, het gaat over Python, het gaat over BI. Dus ik denk wel zeker dat er echt wel een positieve trend gaande is. Het is alleen, moet het niet nog harder gaan. Ja. Maar tegelijkertijd zie je dus, en dat merkte ik een beetje uit de presentatie van Google, dat ze wel keihard aan het pushen zijn om daarin clouds bij te betrekken en het daardoor eigenlijk nog toegankelijker te maken. Ja. Maar het begint wel met gewoon hele goede data verzamelen. Ja. Voordat je er überhaupt wat mee kan. En zelfs daar is nog een beetje op te denken van hoe ver moeten we gaan met goede data verzamelen. Want als je elke analist hier gaat vragen van... Het kan altijd beter. Geef me toegang tot je Google Analytics en ik krijg €100 per fout die ik vind. Dan doet het waarschijnlijk niemand. Dus nee. We weten gegarandeerd dat onze data kut is. Ja. Dus daar moeten we al gewoon mee delen. En laten we dat ook vooral in het achterhoofd houden. Zeg. Ja. En dan volgens ook gewoon keihard doorgaan. Want er zijn toch steeds meer data aan het verzamelen. Ja. Dat die foutmarge daardoor denk ik ook al steeds kleiner wordt. Ik denk dat de sessie van Annemarie vanmorgen, nogmaals, wij waren er niet bij, maar volgens mij ging het inderdaad ook omdat je als analist of optimalisatiespecialist die je er bewust van bent, wat die gaten dan zijn, zeg maar. Waar die issues dan zijn. Dat je, ze noemen bijvoorbeeld volgens mij sample rate mismatch, dat je dat soort dingen gewoon checkt. Ja. Dat je daar bewust van bent. Dat je gewoon stoïcijns je AB-testen maar gaat analyseren in de hoop dat al die data wel op orde is. Ja, nou, en wat ik een hele goede tip van haar vond, die blij van dat ik die steeds meer hoor, is dus meet je AB-testen. Als je bijvoorbeeld iets onder de vouw hebt, dan moet... Ze moeten het wel gezien hebben, überhaupt. Ja, precies. Ja. Die audience moet meegenomen worden. Niet iedereen die alleen maar boven de fout blijft. Ja. Ik ben wel blij van dat ik die tip vaak hoor. Want anders heb je natuurlijk echt helemaal niks aan je AB-test. Ja, of die change zorgt ervoor onder de vouw dat die page-load zo omhoog schiet. Dat zou kunnen. Dan is dat of ze het nu zien of niet. Die pagina wordt 6 seconden langzamer. Ja. Ja, maar goed, even vooruit gaan dat dat niet je variant is. Ja, of dat het niet, dan heb je gelijk een andere hypothese die test. Maar. Precies. Maar dat is inderdaad het probleem. Test je wel wat je denkt dat je aan het testen bent. Ja. En sowieso hebben we vandaag natuurlijk, we hebben alleen maar vrouwen op het podium staan. Diversiteit, daar hebben we ook een paar keer over gehad. Maar dat je daar bewust van bent dat er groepen zijn, worden die wel gerepresenteerd door jou in jouw test. Komen die segmenten overeen? Ja. Zijn die gelijkmatig verdeeld of zit daar een bias in? Dat is wel goed om te weten. Ja, het is wel leuk om inderdaad hier op de congres te zien van wat de onderwerpen zijn die langskomen. Dus je hebt enerzijds de traditionele data onderwerp van joh, hoe zit het met datacollectie, enablement binnen de organisatie, waar ook een van de keynotes over ging van hoe krijg je het georganiseerd en moet je jezelf niet als product manager zien van joh, wij als analyse, webanalyse of digital analyse team zijn eigenlijk gewoon een product manager van alle dataproducten die we hebben, onze dashboards, onze analyses die we doen. En die moeten we eigenlijk ook gaan promoten. Dus enerzijds dat soort kanten die heel erg belicht worden hier vandaag. Maar je ziet ook de toepassingen inderdaad op CRO-gebied, zowel van Vodafone als net van Online Dialog die daar een verhaal over hadden. Dat je heel erg ziet van joh, hoe moeten we, als we één keer die data hebben verzameld, daar de nuttige inzichten uithalen uit harde data, uit zachte data. En die inzichten goed gebruiken om je optimalisaties door te voeren. En Google zit daar natuurlijk heel erg op van joh, die data die moeten we vooral gebruiken in onze marketingkanalen. Dus dat moet naar dobbelklik toe. AdWords. In Google Ads, ja. En Google Ads. Geen idee waarom ze dat graag willen. Ja, dat is een beetje de onderwerpen die hier langs ziet komen vandaag. Ja, en jullie zijn dus al een paar jaar betrokken bij dit congres. Zijn de topics al erg, want het is de vierde keer dus. Dus in 4 jaar is er veel veranderd? Of? Eigenlijk relatief weinig dit jaar over GDPR, privacy. Dat is het onderwerp die de afgelopen jaren toch wel heel belangrijk. Hoor je nu weinig over. Een beetje zat is. Ja, precies. Is het gefixt of is iedereen het gewoon zat? Het is nog niet helemaal gefixt, maar de meesten hebben het wel op orde, denk ik, ondertussen. Ja. En wat je wel ziet de laatste jaren is machine learning wel een onderwerp wat veel meer in opkomst is. En je ziet dat steeds meer organisaties, ook de iets kleinere organisaties, daar nu eerste stappen op zetten om daar kennis mee op te doen. Dus dat zijn wel denk ik goede ontwikkelingen. Ja, cool. Simon, wat voor sessies heb je allemaal bijgewoond? Wat is je bijgebleven in ieder geval?
Naast dus de tips hè, over data. Ja, zeker de presentatie van Annemarie. Ik denk dat daar gewoon hele toepasbare tips in zitten. En ook zeker tips die echt de moeite waard zijn om regelmatig te herhalen. Ook voor mezelf. Altijd weer rekening mee te houden. Boven je bed hangen. Ja, bijna wel. Wat ik altijd wel verpand vond, en dat was kwam een beetje uit het onderzoekje van Christa, is dat hoeveel organisaties dan altijd dus dubbele premium pakketten hebben. En dan, dat het echt uit een soort van legacy is ontstaan. En denk van, ja, interessant dat je echt nog voor Adobe en voor 360 betaalt. Puur omdat waarschijnlijk ergens iemand... Oh, tegelijkertijd toch? Ja. Ah. Ja, nou goed, ik zie dat ook nog steeds langskomen. En wat de achtergrond daarin is vaak dat omdat Google Analytics zo goed combineert met alle audiences en alle paid kanalen die inzetten, en dat gewoon in Adobe nog niet zo goed zit, houden ze ook, zeg maar, voor dat hele deel houden ze Google Analytics in de lucht. Terwijl het gros van de rapportages en de on-site activiteiten die worden op basis van Adobe Analytics geanalyseerd. Ja. Ja, Prolet had het er net ook over van laat het nog eens een keertje gaan. Hou er eens mee op en ga gewoon door met wat nieuws. Waarschijnlijk Universal Analytics gaat er ook uit. Dus allemaal overschakelen naar Google Web en App. Ja, of toch maar een keer gaan zelf bouwen dan. Of toch maar een keertje zelf gaan bouwen inderdaad. Ja, dat is inderdaad ook natuurlijk een trend die heel veel bedrijven inzetten, ook vanwege die GDPR. Ja, goed. Dat zelfbouwen aan zag je in het onderzoek van Christa ook, dat er niet zo heel veel zijn die dat doen. En de eerste mensen die ik gehoord heb die daarmee gestart zijn, die zijn er alweer van teruggekomen. Dus, nou, bol.com is ermee bezig, hè? Die hebben iets moois gebouwd. Hè. Ja. Ja, zijn, of die waren bezig met, of die hebben een tool zelf gebouwd, en nu ook zijn zo'n CRO-tool. Dan heb je het ook niet over de eerste de beste, zeg maar. Dat zegt niet dat heel veel bedrijven automatisch kunnen volgen. Nee, zeker niet. Nee. Ja, wat mooi zijn is als de learnings die Bol opdoet, want ze doen dat samen met een partner, ben ik even kwijt. Als die learnings gewoon in een nieuw pakket of in een nieuwe toolbox terechtkomen, die ook wat breder uitgerold kan worden. Want zij doen nou wel heel geavanceerde dingen, inderdaad met inderdaad het meten onder de vouw en allerlei type events die ze automatisch opslaan. Dus dat zijn wel gewoon geavanceerde dingen die breder ook bruikbaar zijn. Dan kan Bol zo meteen die tool gaan verkopen. Net als Amazon zijn storage verkoopt. En daar verdienen ze uiteindelijk meer aan dan aan die shop zelf. Dat kan ik niet uitsluiten. Nee. Bol Analytics, ja. Ja, nou, ik zie het niet snel gebeuren, maar ja. Hoezo? Maar Amazon doet het nu natuurlijk ook. Ze verkopen natuurlijk rekenkracht en daar verdienen ze per saldo meer aan dan de hele shop bij elkaar. Nou ja, en hun warehouses ook opslag. Ze hebben volgens mij vorige maand 11 warehouses geopend in Duitsland alleen. Oh, dat geloof ik. En ze hebben nu echt een soort hub-and-spook systeem. Waarin je, voorheen moest je volgens mij als merchant, moest je het echt naar het warehouse brengen waar je klanten zaten, zeg maar. Maar nu hebben ze gewoon één centraal warehouse, dat niks naar klanten brengt, maar gewoon puur is bedoeld om spullen naar andere warehouses te brengen. Dus, iets andere schaal. iets andere schaal. Ja. Maar nog meer dingen, Simon, waar je bij aanwezig bent geweest? Ben je hierheen gekomen met een specifieke reden, omdat jullie met een specifiek probleem of iets zitten? Of is het... Nee, eigenlijk... Dankjewel, Frans. Hey, graag gedaan. Gewoon binnengelopen eigenlijk, bijna. En gewoon mensen even gehoord wat eigenlijk allemaal... Martijn kwam, dus Simon moest ook. Ja. Ja, Martijn is het. Ja, dat eigenlijk. Ja, precies. Waar is Martijn? Die moest even weer ergens anders natuurlijk. Godsamme. Ja. Oké. Okay. Dus, maar gewoon inspiratiedag, als het ware. Ja. Om goed na te denken over waar zijn we nou eigenlijk mee bezig en... Ja, en dan is het leuker om eigenlijk gewoon met andere mensen te praten. En dan is het toch echt wel te horen wat andere bedrijven doen. Dan de presentaties vaak. Heb je collega's meegenomen of ben je? Nee, ik ben helemaal alleen. Ja, vertel, want we hebben jou natuurlijk al een keer een uitzending gehad. Aflevering 23, dat was in juli. Is er al wat is er veranderd bij Vermogen? Help me heel even herinneren wat de aflevering precies was. De aflevering ging over Simon en zijn werk bij Vermogen. Ging over eigenlijk hoe jij daar gestart bent, toch? Wat je daar aan het doen bent qua optimalisatie. De test die, of het voorbeeld wat jij gaf, de case, zeg maar, die mij het meest is bijgebleven, is dat je vertelde van dat mensen een limiet hebben op hun creditcard. Dat het vaak is, dat is in ieder geval €2000 of minder. Ja. En dat de fietsen bij jullie gewoon duurder zijn. Ja. Dus dat je online ziet dat misschien niet zo, maar als je dan
Nou ja, jullie werken... Gebruikersonderzoek doet dan... Ja, als je dan gebruikt, ja. jullie kantoor zit boven een winkel. Ja. Dus je loopt de winkel in en je ziet ineens mensen die met een creditcard in de hand staan. Ik wil nu betalen. Ja, shit, er zit een limiet op een creditcard. Ja, shit. App hebben op hun telefoon om de limiet even weg te halen. Of gewoon geen weet van hebben dat het überhaupt kan. Ja. Ja, dan moet je dus helaas mensen weer naar huis te sturen en dan zonder fiets. Ja, en mega gênant ook misschien. Dat je denkt van, nou, ik wil het nu afrekenen. Ik weet dat ik het geld heb, maar ja. mijn kaart... het hoeft niet eens trouwens om de creditcard te gaan. Het kan gewoon je pinpas zijn. Ja. Het geld staat gewoon op je rekening, maar je kan het op dat moment niet afrekenen, omdat de limiet op je kaart zit. Ja. Dus jullie hebben een pinautomaat geopend in de vestiging. Ja, maar dat is dus wel, ik vind het wel een mooi inzicht, zeg maar. Ja. Dat je dan offline ziet en denkt van ja, maar dat hebben we offline. Dat hebben we dus online, hebben we eigenlijk hetzelfde probleem. Alleen dat zie je misschien niet in je analytics. Of nee, en daarna ook nog wel eens gaan kijken van, goh, zie ik dat dan nog ergens in een of andere feedback weer terug. Of bij klantenservice. Dus dat was echt zo'n item die nergens terugkwam. Niemand durfde dat te vertellen of zo. Je zou zeggen dat dan bij het allerlaatste stap van het checkout proces dat je daar een enorme afhaak hebt. Ja, maar als je een externe, ik weet niet of je een externe PSP-pagina extern staat. Ja, we hebben natuurlijk niet de volumes om het waarschijnlijk heel goed te zien. Dus daardoor was het een hele lastige om te zien. Ja, ik vond het een super gaaf inzicht. Dat is mij wel bijgebleven, zeg maar. Van ja, dat is een tof voorbeeld, vind ik, van waarom je eigenlijk ook gebruikersonderzoek moet doen. En dat er dan, in jullie specifieke case, bedoel, zijn niet heel veel websites. Ik denk dat de meeste websites wel producten hebben onder de 2000 euro die je gewoon met een pinpas of creditcard kan afrekenen. Ja. Maar ja, in jullie specifieke geval, ja, dan moet je daar toch een oplossing voor verzinnen. Van, doe een aanbetaling. Of, dus jullie hebben gewoon andere producten ingekocht, hè? Maximaal 1000 euro en... Nee, je kan nu je fiets per stuk kopen. Ja, precies. Per wiel. Ja, eerst een wiel, dan het frame, het zadel. Zo'n powerpakket kan je kopen. Maar hier heb je de fietstas. Ja. 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 En sinds de podcast? Was dat deze juli of was dat vorig jaar? Nou, de podcast was vanaf januari. Dus dat valt niet mee. Ja, precies. Nee, we zijn nu nog bezig. Simon is 2 maanden op vakantie geweest. Nou, en ook heel veel andere dingen weer moeten doen, maar... Ja, dus even kijken, we zijn nu wel bezig met Agenda om echt goed te kijken. Oké, welke payment providers moeten we nu gaan aansluiten? Wat zijn nu degelijke oplossingen hier naar de toekomst toe? En dus ook naar de gespreid betalen te kijken. Wat zijn de kosten ervan? Wat zijn de risico's? Etcetera. Dus, gespreid betalen, 2000 euro vandaag, 150 euro morgen. Ja, ja precies. Ja. Onze fietsen zijn geloof ik inmiddels nu 3400. Dus, hier. Ja. Ja, dus dat dan is gespreid betalen nog interessanter geworden. Dus daar zijn we flink mee bezig. En daarom vind ik het ook wel leuk bij sommige talks, wat een beetje over data warehousing ging. Daar zijn we nu ook flink mee bezig. We gaan een beetje de Google kant op. Dus via Supermetrics hebben we eigenlijk onze marketingkanalen geconnect. En via Supermetrics kunnen we alles zo'n BigQuery fietsen. En onze EUP-data hebben we als een soort van flat table onze BigQuery gestopt. Wacht, waarom niet direct de dingen in BigQuery schieten, maar via Supermetrics? Omdat Supermetrics heeft al die connecties met AdWords, Facebook, LinkedIn, noem al die advertisingplatformen door. En als we zelf al die connecties zouden moeten bouwen, ja, dat zou kunnen. Maar 1 zal waarschijnlijk veel langer duren. En 2, als die connecties wijzigen, dan moeten wij dat weer zelf gaan doen. Dus dat is iets van, nee, Supermetrics heeft net toevallig deze integratie met BigQuery aangekondigd. Dus we zijn gelijk opgebeld en zo van, nee, kunnen we eens kijken hoe dat werkt. Ja. En tot op heden werkt het als tierlier. Soms krijg je een mailtje van, ja, sorry, onze beta-connectie met Facebook werkt niet. Wil je even een refresh doen? En dan werkt alles nog weer opnieuw. Ja. Dus eindelijk 1 bak met data, wat je uiteindelijk krijgt. Ja, dus daar zijn we nu mee bezig, die integraties allemaal bij elkaar te krijgen. En de vervolgstap is dan daar wat mee doen. Ja, dat zou leuk maar, zijn. Oh, maar daar had Prolet het net over. Van hoeveel mensen plannen er überhaupt? Ja. En inderdaad, van heel veel mensen die dan maar beginnen met een dashboard maken of data verzamelen. Dan aan het eind denken van oké, wat zullen we ermee doen? Maar hebben jullie dan een duidelijk plan of een visie van oké, maar dit zijn de gaten in onze kennis, dit willen we hiermee oplossen? Of is het meer van... Ja, het grootste gat wat ook echt wel... wat heel abstract blijft, is eigenlijk attributie. Ja. We hebben natuurlijk een fiets die niet al te goedkoop is. Je hebt weinig
ja, returning customers denk ik niet mensen, of ja, misschien ja, dus, zwaar is. Maar we hebben dus wel veel sessions per user en ook over meerdere devices heen, et cetera. En, ja. En hoe kunnen we dan toch al die marketingkanalen, of het nou meer aan de voorkant van de funnel is en of aan de achterkant, ja. Hoe kunnen we die zo goed mogelijk inzetten? Online, offline? Online, offline. Dat is eigenlijk een heel grote vraagstuk en die proberen nu ook echt op te knippen in hele kleine vraagstukken. Want anders is het niet behapbaar. En dat overzicht beter inzicht krijgt van oké, hoe werken al die kanalen, wat is de effecten erop. Dat is ook een van de redenen waarom we heel veel experimenteren met al die betaalde kanalen. Van oké, laten we het een keer uitzetten in de helft van Duitsland, kijken wat er dan gebeurt. Dus om zo steeds meer informatie te verzamelen van hoe alle kanalen werken. En werken jullie ook met, ik weet niet of dat al in de podcast heb gevraagd, maar werken jullie ook met footfallmeters van die meters in winkels, zeg maar, om te kijken hoeveel traffic er komt? Nee, wat we nu, we werken wel met Google en Facebook voor die in-store analytics. Terwijl je die eigenlijk pas bij heel veel winkels hebt. Als je heel lief vraagt, dan mag het ook bij 8. dus dat hebben we nu staan. Dat is een van de dingen, volgens mij, die in die podcast ook verteld. Van als je, dus we hadden een use case in de US, daar moesten mensen een waiver invullen als een testrit gingen doen. Maar dat was zo'n aviertje en dan moesten mensen dat met de hand invullen. En uiteindelijk kon niemand lezen wat op dat aviertje stond, ook niet het telefoonnummer. Dus als die persoon na 2 uur nog niet terug was, konden we ook niemand bellen. Dus ze zeiden van laten we daar gewoon met Typeform zo'n klein digitaal formuliertje van maken. En dan moet je het zeg maar digitaal tekenen. En doordat we dan het e-mailadres hadden, konden we een keer de analyse doen van oké, hoeveel mensen doen vervolgens in-store na een testrit een purchase. Maar doen ook vervolgens online achteraf een purchase. Nou, daar zagen we wel leuke resultaten in. Ongeveer 10% doet na de testrit een purchase online. Ervan uitgaande dat ze hetzelfde e-mailadres gebruiken, ja, natuurlijk, dus als je weer een stijl bent. Dat is het enige foutmarge die we hebben, zeg maar. Maar ja, die kan je niet echt oplossen. Maar goed, dat we dus nu het kan hooguit meer zijn. Ja. Het kan nooit minder zijn. Nee, precies. Dus dat is prima. Ja. En de tweede die we ook zagen, die was weer andersom. Dus we hadden eigenlijk heel veel online purchases die daarna naar de winkel toe gingen om toch nog even een testritje te doen. En dat vonden we ook alweer hetzelfde. Van, dus ze hebben gekocht, zijn eigenlijk om. En dan toch niet helemaal, want het kan nog terug. Wat is het post-repurchase? Toch nog even checken van, is dat hem wel? Ja, gelukkig, meestal. Wel blij. Ja. Dat is een gekke... Maar hoe lang is de leeftijd op zo'n fiets? Want is dat misschien een dingetje? Dat mensen... hangt dat van fiets af misschien, maar... een jaar geleden tussen 6 maanden en een jaar. Oh, wow. En dat is nu, kan je een fiets hebben... Zeg maar binnen nu een 2-3 weken of afhankelijk van het model. Dus het is op zo snel als we vroeg, zeg maar 2 weekjes, 1,5 week. Ja. En dus anders duurt het nog wel 3 maanden voor sommige modellen. Dus zijn de proefritten afgenomen? Sinds de leeftijd versneld? Nee, we zijn nu juist aan het pushen op de testritten. En we merken dat ook heel erg... Ook post-purchase? Dat niet per se. Okay. Dat meer een soort van mooi meegenomen. Dat was een inzicht die we helemaal niet hadden verwacht. Dat zijn de mooiste. Maar ja, we weten ook echt niet zo heel goed wat we mee moeten, maar het is op zich... Maar welk inzicht? Dat als mensen een proefrit doen, dat ze Dat mensen dus al online hebben gekocht en vervolgens toch naar de winkel komen om een testrit te doen. Ja. Maar dat zou je toch relatief makkelijk moeten kunnen vragen of zorgen dat de medewerker in de winkel dat misschien vraagt? Ja. Toch? Ja. Ik bedoel, als op het moment dat iemand een testrit... Moet het proces er wel zijn, zeg maar. Ja. Nee, ja, dat snap ik. Maar dus kwalitatief onderzoek van... Hey, wat kom je doen? en waarom? Ja. Ik heb al een fiets gekocht en ik kom toch even een testritje. Ja. Nee, ja, maar het kan ook zijn. Misschien doen ze misschien een testrit voor hun partner, dat ze misschien twijfelen om daarvoor ook een te kopen. Ja. Geen idee, maar vraag het hun. Ja, accessoires, juiste model, kleur. Ja. Toch die hippe banden van roodkleurig. Of Wil ik hier inderdaad 6 maanden op wachten? Ja. Tot een jaar geleden dan. Super interessant. Ja. Ja, maar dat was voor ons eigenlijk ook gelijk een soort van, dus dit testrit formuliertje om een soort van omni-channel 360 bla bla customer journey proces te starten. In plaats van allerlei moeilijke tools en dingetjes. Nee, we hebben hier een probleem bij de Amerikaanse winkels. Die moeten die waiver getekend hebben en die krijgen eigenlijk pruttel. Laten dit digitaliseren. Zij krijgen daardoor gewoon netjes een lijstje van oké, deze mensen hebben een testrit gedaan. En wij krijgen in één keer heel interessante inzichten over een klein stukje van de transitie van offline naar online of offline naar online toe. Ja. En dat vind ik wel de leuke dingetjes om te doen. In plaats van dan hele grote projecten van te maken van
met data en dingen is gewoon een simpel formuliertje eigenlijk, niet meer dan dat. En houden jullie ook bij of rekening met de tijden ertussen? Dus de tijd tussen een proefrit en aankoop of aankoop en dan proefrit? Ja, dat was in beide cases, van beide kanten was echt eigenlijk identiek. Dus beide kanten 10%. En dat was allemaal binnen 2 weken. Oké. Oh, dus snel. Ja. Dat is wel ideaal voor je marketing over het algemeen. Want dan kan je iemand bijvoorbeeld retargeting, kan ik me voorstellen dat daarmee goed zou helpen. Ja. Ja, dus dat zijn allemaal weer stapjes die je daar ook kan doen. Ook omdat we het e-mailadres hebben, zouden we misschien nog de automated e-mailflows kunnen initiëren. Mits ze al subscriber zijn. Dus zo kunnen we wel er veel meer mee gaan doen. En dus qua marketing heel leuk. En ook naar onze brandstores toe. Die hebben natuurlijk best wel veel mensen die doen een testritje. Die lopen dus weer vervolgens de winkel uit. En die medewerkers denken van shit. Die gaat echt niet meer terugkomen. Weer niks verkocht. Ja. En nu kunnen we ze in één keer in een data studio laten zien. Nee jongens, jullie hebben zoveel online purchases eigenlijk gegenereerd. Dus jullie zijn er ook gewoon x-percentage voor verantwoordelijk. Ja. Dus dat is ook weer opbeurend naar de brandstores toe. Ja. Om toch die nieuwe mensen die binnenkomen en een testritje willen doen, weer echt wel te pushen en uit te leggen hoe werkt de fiets. En ze een juiste ervaring te geven in de brandstores. Ja. Heb je nog kanaalconflict? Of zijn dat allemaal jullie eigen stores, zeg maar? Ja. Of zijn het alleen maar eigen stores? Oké. Dan heb je dat probleem in ieder geval niet. Nee. Nee, dat is dan wel een bijkomend voordeel. Dat we alleen maar eigen brandstores hebben. En daardoor natuurlijk wel volledige controle van wat daar in de winkels gebeurt. En daardoor ook wat bij ons offline gebeurt. Wat je net zei met Supermetrics, moest mij trouwens denken. We hadden net ook met Matthew over. Ken je Glue.io? Nee. Dat is een tool specifiek gericht op e-commerce. En wat zij claimen te doen. We zijn nu bij Vimo ook aan het testen. Ja. Maar wat ze in ieder geval claimen te doen is dat ze data van verschillende bronnen ingesten. Dus ook vanuit Google Analytics, Google AdWords, maar ook vanuit je e-mail marketing, vanuit je AdWords, van alle affiliate, whatever. Plugins voor verschillende e-commerce platforms zoals Magento, WooCommerce, Shopify. Dat eet ze allemaal op. En dan zit daar een ETL-proces achter. Dus ik was net ook vergeten. Extract, transform, load. Ik wil steeds learn zeggen. Extract, transform, load. Waardoor ze het allemaal gelijk trekken, zeg maar. Want je hebt natuurlijk het grote, ook met Supermetrics. Je kan alles in één bakje gooien. Maar die gebruikt, daar is de user deze definitie. Ja. Daar is die, of een sessie, die definitie. En daar die zit in die tijdzone. En die gebruikt deze currency. Ja, super irritant om dat allemaal recht te trekken. Ja. Nou goed, zij claimen daar dus mooi blackbox proces voor te hebben. Het is een SaaS tool. Maar daardoor, als dat dus werkt, dat is wel. Daar komen een leuke rapporten uit, zeg maar. Die ook met lifetime value. Helemaal tot lifetime value kunnen doortrekken. GLEB.io. Ik wil jullie. Is dat je een nieuwe sponsor? Ik wil jullie niet. Heb je de affiliate card? Ja, die heb ik. Ja, ik wil jullie niet van jullie Supermetrics af. Supermetrics vind ik trouwens ook een hele toffe tool. Vaak gebruikt, inderdaad. Simon, hey, dankjewel. We gaan zo door. Jij gaat ongetwijfeld ook nog naar de keynote van het Leiden Instituut of Advanced Computer Science van Feline Hermans. Die gaat zo meteen praten over how to teach programming and other things. Dus we gaan leren om les te geven. Ja, wij niet, Bart, want wij staan gewoon hier. Wij staan gewoon hier, maar ja. Simon gaat het leren en dan gaat Simon dat straks aan ons leren. Juist, dat lijkt me goed. Ja, is dat heel erg meta? Sounds good. Is goed, dankjewel. Dankjewel. Doei.